Weet je wat door is? Een tweedaags festival. 7 jaar geleden begonnen hier in Beek en Donk. En inmiddels zijn we bij de 7e editie en eigenlijk bijna uitverkocht. We zijn ooit begonnen met 1500 bezoekers, waarvan de meeste eigenlijk uit Brabant kwamen. En inmiddels hebben we 35.000 bezoekers. En daarvan zie je heel die groep zeg maar, steeds groter groeien. Inmiddels hebben we bezoekers over heel Nederland, maar niet alleen Nederland. We hebben ook bezoekers uit Israël, Canada, Duitsland, bussen uit Zweden en Denemarken. Dus eigenlijk heel internationaal. We werken heel veel samen met andere partijen op het gebied van internationale bezoekers aantrekken. En wat we doen bijvoorbeeld met busmaatschappijen samenwerken die deze reizen stimuleren. En die, daar maken we bepaalde deals mee. En zo komen bezoekers uit het buitenland richting Mesoador. We proberen zoveel mogelijk online reclame daarvoor te maken. En de andere kant is zoveel mogelijk partners in het buitenland te zoeken. En wat we eigenlijk zien is, in het begin waren we nog niet zo groot, is ook niet zo bekend, hadden ook niet de grotere artiesten. En inmiddels is het zo dat we de naam hebben, dat we prachtige decoratie hebben en ook super goede artiesten. En dan komen die bezoekers uit het buitenland vanzelf, omdat Nederland en met name ook Brabant met een aantal festivals heel hoog staat aangeschreven. Ik denk dat we meer mensen naar Brabant kunnen trekken door te focussen op een andere doelgroep. Dus de doelgroep tussen de 20 en de 30. Mensen die eigenlijk net afgestudeerd zijn, wel geld hebben, zin in avontuur hebben en het hartstikke leuk vinden om bijvoorbeeld naar festivals te gaan. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld voor het eerst een camping georganiseerd. En inmiddels hebben we eigenlijk de eerste editie bijna achter de rug. En dat is eigenlijk prima bevallen. En ik dacht, passen wij niet zo goed bij elkaar, ik weet niet wat ik doe. Ik denk dat het heel belangrijk is als overheid en bedrijfsleven samen zou spelen. Dus ondernemers die gericht zijn op het halen van buitenlandse bezoekers. Maar ook partijen, bijvoorbeeld een Eindhoven Airport, die eigenlijk de mogelijkheden heeft om dit te faciliteren. En die zou je bij elkaar moeten clusteren. En samen zou je dan een prachtig businessplan op kunnen zetten om zoveel mogelijk buitenlandse bezoekers naar Brabant te halen.